Hallo en welkom op utuinhits.be. In een vorig filmpje deden we uit de doeken hoe je met behulp van een bakvrees een onkruidveld machinaal kunt gaan omspitten. En dan heb je resultaat als dit, waarbij dat de grond mooi omgewoeld is, de aardkluiten vrij fijn gemalen zijn, maar je hebt toch nog altijd een vrij ruw terrein. Als je wilt doen zoals wij willen doen, een border plaatsen, of al zeker als je een gazon wilt gaan inzaaien, heb je toch een fijnere structuur van bodem nodig. Je wilt geen enkele aardkluit meer hebben. En je wilt eigenlijk dat het geheel mooi egaal is, zodat je perfect resultaat hebt. Nu, om dit te bekomen zijn we bij Huurland langs geweest en hebben we deze rotoreg gaan huren. Wat doet zo'n rotoreg? Gaat eigenlijk met behulp van messen die horizontaal gaan in plaats van verticaal, die gaat eigenlijk de aarde mooi gaan egaliseren en zal er achteraf nog eens met een rol overgaan om het geheel verder aan te stampen en mooi vast te maken. De rol heeft een wafelijzerstructuur. Het is vooral interessant als je wilt gazon gaan inzaaien. Door die wafelijzerstructuur ga je eigenlijk kleine groefjes maken in de bovenste laag van je grond. En bij het inzaaien vallen de zaadjes daarin. En als je er met een rol over gaat, zit ze direct op de juiste diepte mooi ingezaaid. Nu, ook voor onze border is het interessant, omdat je eigenlijk een heel mooi en gehard resultaat krijgt. Zoals je kan zien, is deze machine, dat is geen kleine machine. Dus je gaat hier dat niet met twee of drie man op een aanhangwagen hijsen. Nu, het voordeel bij Huurland is, als je gewoon gaat met jouw aanhangwagen, hebben zij eigenlijk oprijrampen die ze u meegeven, waardoor dat je die machine heel eenvoudig op en af uw aanhangwagen kunt plaatsen en zo meenemen naar huis. Nu, de bediening van een rotoreg is net iets complexer dan dat van de typische grasmachine. Je hebt wel een tiental hendels aan deze machine, wat het er in eerste instantie vrij complex doet uitzien. Maar eenmaal je ermee bezig bent, wijst het zijn eigen wel wat uit. En als we toch enkele specificiteiten van deze machine kunnen toelichten. Interessant is dat deze stuurkolom volledig wendbaar is. Je kan dat gebruiken om, als je een terrein aan het nivelleren bent, om er geen voetafdrukken in achter te laten. Maar bijvoorbeeld, zoals hier het geval is, als je dicht tegen een haag moet gaan werken, kan het ook interessant zijn als je de stuurkolom kan draaien, zodat je rakelings langs de haag kunt passeren, zonder dat je eigenlijk met de stuurkolom blijft haken met al deze hendels in je haag. Het tweede belangrijk punt bij het gebruik van een rotoreg is de afstelling van de rol en de messen. En de messen bevinden zich hieronder. Nu, in eerste instantie, bij een eerste werkgang, wil je ervoor zorgen dat het geheel mooi geniveleerd wordt. Je wilt dus de nadruk meer op de messen leggen dan op het aanduwen van de grond. Nu, hoe gaan we dat doen? Er is hier een hendel aan die de rol in hoogte doet stijgen of dalen. Bij gevolg gaan die messen ook stijgen of dalen. In omgekeerde volgorde. Dus als we hier aan draaien, gaan de messen dieper in de grond zakken. En gaan het grootste deel van het werk doen bij de eerste werkgang. Bij een tweede werkgang gaan we de messen wat hoger zetten. Gaan we de focus verplaatsen op de rol. Dus de messen gaan minder in werk doen. En de rol zal ervoor zorgen dat je de wafelijzerstructuur hebt. Vooral interessant bij het gazonzaaien. En zal ook het geheel verder aanduwen. In laatste instantie hebben we deze afrijlat. Nu, waarom gaan we die gebruiken? Vooral in de laatste fase, als we het geheel mooi effen willen trekken, alvorens de rol erover gaat, kunnen we deze helemaal laten zakken, zodat het heel mooi effen is. Nu, aangezien dat wij nog maar beginnen, gaan we de messen iets meer laten zakken en vliegen we erin. We'll be right back.
Zo, we zijn klaar met de rotorreg en het perkje ligt er mooi geniveleerd bij en is eigenlijk klaar om beplant te worden. Nu geven we graag nog enkele tips mee. Als je van plan bent om je gazon opnieuw aan te leggen, dan kunnen we toch aanraden om het gazon eerst volledig af te graven. Je kan dat machinaal afgraven. Je hebt daar speciale graszodensnijders voor om dat te doen. Waarom is dat? Dat is om dezelfde reden zoals we uitgelegd hebben in het eerste filmpje. Is als je gaat frezen, dat het gras een veel hardere structuur heeft dan gewoon onkruid of losse aarde uiteraard. En bij het frezen zelf na het rotorreggen kunnen er nog kluiten van het gras in blijven zitten. Dus om dat te vermijden, graaf het of snij het gras eigenlijk af, machinaal. En zo ga je een veel mooier effect gaan hebben. Een tweede tip, probeer te rotorreggen toch met een niet al te vochtige grond. Heeft de laatste dagen heel fel geregend en ligt er allemaal wat drassig bij. En dan ga je zien dat uw rol rap vol gaat raken met aarde en modder, waardoor dat het resultaat uiteraard veel minder mooi zal zijn. En dus probeer u toch ergens te focussen op een mooiere dag, wanneer het al een aantal dagen niet geregend heeft, ga je eigenlijk het beste resultaat hebben. Kijk zeker ook naar onze website. We volgen daarop, niet altijd in een filmpje. We hebben ook een aantal artikels over hoe we verder deze border zullen aanleggen. Dus je kan dat zeker volgen op onze website. En voor volgende filmpjes raden we jullie aan om zich in te schrijven op ons YouTube-kanaal. Je kan ons ook volgen op Facebook en daar krijg je ook alle nieuwtjes meteen te zien.